alles is nog dicht. Nou, daar staan we dan. Daar? Super mooi. Zo mooi. Oh, mijn nek. Door de mistbank. En dat willen we niet. Mist en sneeuw. Super snel. De koningstoer. Zo die stoer. Ik ben Melieke Leboort. We gaan wat super lees, maar wat ga ik vertellen? Natuurlijk wel. We zijn vandaag in Maria al. Dus ik zal jullie even een tour geven door het appartement. Nou, dan loop je hier de deur in. Dan is hier eigenlijk het soort huisje van de baas. En dan ga je hier naar beneden. Zo horen jullie dat. Het is wel eng hier. Nou, hier kan je dan je skischoenen inzetten voordat ze warm worden. Hier is je sauna en hier zijn de wc's. Oké, hier is iemand 10 jaar gewoond die hier woont. Ik zag net ook al wat jongetjes buiten. Die is dus vandaag jarig, die hebben dus een feestje. Hier is de wc's. Ook hier door. Ik heb geen idee wat dat is. Ik denk dus op meter. Gelukkig staan die aan, lekker warm. Dan loop ik nu hierheen. Ik vind deze deur echt heel mooi. Op hierheen. Is dat het mooiste van iemand? Nou, hier heb je ook een soort opslag, prullenbak. En hier kan je skis neerzetten. Dus dat is ook heel handig. En morgen gaan we skiën in Maria Ann. Dus dat is ook heel leuk. Want ja, Maria Ann, daar ben ik al een paar keer geweest. Dus dat is leuk. Gaan we hierheen. Dus weer van de eigenaar. Gaan we helemaal naar boven. Zo'n mooi uitzichtje overal. Nou, dan zie je dit. Heel leuk. Dan ga ik hier naar links. Nou, de deur staat open. Kom je hier aan. Nou, een mooi spiegel. Opbergspullen. Hier kan je naar binnen. Hier heb je dan de badkamer. Ook super mooi. Dan loop je door. Het is een beetje rommelig, maar dat maakt niet uit. Hier de keuken. En natuurlijk gaan we vanavond spaghetti eten. Dan heb je dit. Dan heb je hier een soort zitplek. Hey, Melieke Leboris. En dan heb je hier dan waar ik kan slapen. Daar kan je nog zitten. En hier. En kijk dan wat een mooi uitzicht. En de jongetje is 12 geworden, zag ik net beneden. 10. En ja, ze zijn hier aan het spelen en te doen. Die net ook worstjes op een takje en dan bakken. En vuur. Nou, hier heb je dus een heel erg mooi uitzicht in de ochtend als je wakker wordt. Hier kun je ook nog helemaal heen lopen. Echt super groot. En het is ook echt super mooi hier. En ja, morgen gaan we dus lekker skiën. Daar heb ik dus ook heel veel zin in. Nou, het is nu heel vroeg in de ochtend en het is heel druk. Maar niemand is er voor het skiën. Alles is nog dicht. Ja, alleen dit is open. Ja, nou, daar staan we dan. Dat alles dicht is. Kunnen we als eerste erin? Nou, zeker als eerste naar vandaag boven. Beginnen we in Maria Al. Even kijken waar dat is. Daar. Van Maria Al naar de Put. Dan naar Hinterroos. Dan naar Diente. Dan ga je weer naar beneden. Ga je weer met een lift omhoog. Naar beneden. Weer omhoog. Dan kom je bij Honkoning. Dan bij Mulbach. En dat is dan de toppen die we vandaag gaan proberen te bereiken. We gaan 6 bergtoppen bereiken. En dat heet hier de Koningsroute. Dus we gaan proberen om die vandaag te halen. Zo, skischoenen even aan. Het jasje aan, de skischoenen hebben we aan. Alleen nog de helm. En dan zijn we compleet. Nou, ik heb een nieuwe helm. Dus laten we die maar opdoen. Hij is echt super. Nou, we zitten nu het eerste liefje naar boven. En natuurlijk moeten we even de traditie doen. Ja, want dat ging vorige keer niet goed, zeg ik. Nee, toen was het niet vergeten. Toen was ik gelijk om het bak is gevallen. Ja, proost. Op. Ah, lekker in de ochtend, hè? Ja. Weet we zeker dat we het niet gevallen. Nou, het regent, dus ja, het is niet zo mooi. Nou, we zijn nu boven. En we gaan nu naar beneden. We zijn nu boven op de berg van Maria Ann. En we gaan nu naar zonder we gaan nu naar de Arrelberg. Oh ja, naar de Arrelberg. Dus, en we moeten het bordje geel van de koningsroute. Nou, laten we gaan. Kijk eens, dames en heren. Er ligt niet heel veel sneeuw hier. Maar boven aan de overkant
Echt een stuk meer. Daar gaan we naartoe. Hier naar beneden, overkant weer naar boven. En de zon komt al door, gaat helemaal goed komen. Nou, de afdaling zag er niet zo mooi uit, maar het was echt super mooi. En we zijn nu op de Aberg en we gaan nu de Koningstoer geel volgen. Dus laten we maar het bordje volgen. Naar boven met de gondel. Nou, we doen even één afdalingje bij deze en dan gaan we naar de volgende berg. Ja, let's go. Let's go. Gepareerd, dus dan is het nu super mooi om op te skiën. Wow, dit was echt super lekker afdalen. Je hoort ook echt, als je super hard gaat, hoor je gewoon die wind. En weer omhoog naar de volgende berg. Nou, we zijn nu bijna helemaal boven en het sneeuwt echt vet hard. Niet normaal. Kijk dan naar de bomen, ze zijn helemaal wit. Wauw. Dat zei je toch? Dat betekent een nieuwe paklaag sneeuw. Dus dan kunnen we lekker skiën. Dat gaan we zeker doen. Lekker maar, verse sneeuw. Beneden regent het en hierboven sneeuw. Oh, kijk eens, alles weer wit. Oh, zo mooi. Wauw. Ook echt veel sneeuw is er gevallen. We zien echt een pak sneeuw gevallen. Wauw. De beelden wat ik gisteren heb gekeken, was alles groen en nu is alles wit. Oh, het sneeuwt ook echt super hard. Lekker. Auw, mijn nek. Ja hoor, wat gebeurt er? Hoe smaakt de sneeuw? Hè? Nu wel. Lekker in de verse sneeuw. Lekker even rusten. Hè? Lekker. Lekker. Ja, maar dat gaat al. Ja, lekker zacht. Ja, goed zo. Helemaal nat. Ai, 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 ai. Nou, wel lekker gekrakt. Juist. Mijn haar is nat. Nou, laten we maar weer doorgaan. We geven niet op. Juist. Let's go. Door de mistbank naar de overkant. Let's
Let's go. Gaan we maar weer. Het is wel een beetje stijl hier. Ja, het is best stijl, kan ik je vertellen. Ja, maar daar wel weer licht. Zie je dat? Oh shit. Nou, daar is Maria af. Dus we zijn al super gaan skiën. En hier ben ik vanaf geweest. Echt super stijl. Wauw. En we gaan nu daarheen. Ja, daar moeten we heen. Hier naar beneden. Daar omhoog naar de volgende berg. Ja, let's go. Nou, we zijn hier het volgende dal. We gaan nu de dalduin doen en dan gaan we met die liftje weer naar boven. Nou, laten we dat maar dan gaan doen. Nou, we gaan nu even dat luchtje overheen. Let's go. En daar moeten we niet heen, want dan moeten we terug. En dat willen we niet. Het is hier echt super mooi. Ook allemaal sneeuw, overal wit. Wauw, en we zijn er. Ik zie niet veel, hè? Nee, ik ook niet. Mist en sneeuw. Nou, we staan nu op de top van het volgende berg. En we gaan nu deze bordje volgen. Dus, let's go! De volgende berg toch. Let. Ja. Dat is hartstikke. We zijn het hier vanaf in. Super snel. En we gaan nu met dit lukje naar boven. Weer naar de volgende top van de berg. Nou, we zijn boven en ik heb even een lekker chocolade. Ja, het is niet de bedoeling, hè? We gaan skiën. Nee, ik had het even slapen. Ja, en het sneeuwt hier ook. Het sneeuwt hier wel een beetje, ja. Lekker. Verse sneeuw. Ik heb een limonadetje. We hebben een soort noedelsoep met, ik weet niet wat het is, maar het lijkt wel gehaktballen. En mijn vader heeft chocomel. En ik heb gewoon van het huisje thuis in een zakje koekjes meegenomen, cakejes meegenomen. Echt super lekker. We gaan nu even lekker smikkelen en daarna gaan we weer door met de koningsroutes. Nou, we hebben even lekker gesmikkeld en we gaan nu dit lichtje nemen naar boven, want er staat het geel bordje Koningstoer. Hier is de sneeuw. Je kunt goed de sneeuw zien. Je gaat van groen naar wit. Je klasje weer achterna. Nee. Ja, hun springen, hè? Dat weet je. Je hebt echt hele hoge heuvels, hè? Dat meen ik echt. Ik zie helemaal niks. Ik ook niet, maar ga maar. Zie je? Woehoe! Zie jij maar? Ja, ik ben een
zomer, hè? Hè? Ja. Ja. Ik zag het. Je ziet helemaal niks. Ja, nee, maar... Juist, meneer. Oh, ik dacht even dat je ging. Ik dacht even dat je ging. Ja. Ik denk, zo die stoer. Het heb je heel veel heuvel, maar je ziet niet zoveel. Ja, ja, tuurlijk. Ga maar, Monika, ga maar. Oh. Zo, dit was wel even een leuk heuveltje. Nou, we zijn bij het volgende vindpark en die gaan we ook in. Mooi uit hoor. Let's go. En het sneeuwt echt super. Sneeuwt nu echt hard, ja. Lekker man. Let's go. Kom. Kom, let's go. Woo. Yes, laatste heuveltje. Wie is die zo hoog? We gaan nu de dalafdaling doen. Oh. Langs die paraplu bar, daar kan je naar beneden. Oké, okay, let's go. Nou, we gaan nu de dalafdaling doen. Die is heel mooi. Dus ja, op de dalafdaling van Neelbach. Dus laten we even gaan. Slow. Ja. Nou, niet voor ons. Nou, we zijn vandaag hier begonnen. We staan niet eens op de kaart, dat is helemaal hier. We zijn helemaal hier naar boven gegaan. We zijn naar beneden naar Dienten gegaan. We zijn naar Dienten weer naar boven. We waren bij Wassenhonden. Weer naar beneden. Weer naar boven naar Kolmarsweg. Weer naar beneden. Toen zijn we zo gegaan. Kan ik, zijn we zo gegaan. Gaan we hier. En toen gaan we hier uit en hier zijn we nu. Dus ja, we hebben echt de hele koningsroute gedaan. Dus nu gaan we weer terug naar Maria Al. Ja. En we zijn nu bij. Nou, het is nog voor 12, hè? Nou, 12 uur. Even kijken voor de tijd. 12 uur 12. Nou, we hebben dus net de gele koningsroute gedaan. En nu gaan we de oranje doen. Want. We moeten weer terug, dus dan moeten we de oranje volgen, dus die gaan we nu doen. Nou, we zijn nu weer naar beneden gefietst en we zien weer een warm bordje. We gaan hier weer naar boven. Ja, hier, bij dit hutje, hier gingen we net naar beneden toe, ja. Voor de dalafdaling naar Mulbach. Ja. We gaan nu weer terug richting Maria Allen. Ja, let's go.
hier even lekker smikkelen. Ik heb natuurlijk een spaghetti. Super door! Woo! Nou, dit was het einde van deze video. Ik vond het echt super leuk. Wat vond jij ervan? Ja, echt top. Echt een top toch. Een beetje pieterweertje, maar vooruit maar weer. He? Ja, ik vond het ook super leuk. Nou, dat was het einde van deze video. Geef een duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Als je abonneert, moet je bellen klikken. Als bellen klikken, moet je op? Alles klikken. Ja, later. Doei.